staat voor adolescent en young adult. Dat is een Engelse term. En in het Nederlands vertaald is het jongvolwassen met kanker. En het zijn mensen die tussen de 18 en de 35 jaar geconfronteerd worden met kanker. De diagnose kanker. En zij zeiden, wij krijgen niet goede zorg. En medisch technisch kan er veel beter voor ons gezorgd worden. Maar psychosociaal, maatschappelijk kan er ook heel veel beter voor ons gezorgd worden. De professionals gaven aan in onze spreekkamers en aan onze bedden, daar horen we die verhalen. En we willen eigenlijk heel graag dat dat anders kan. En door dat samen te bouwen, kon het ook anders. En dat is eigenlijk het mooie van het AYA Zorgnetwerk. Dat je verschillende perspectieven met elkaar verbindt, verenigt. Tot één heel groot, mooi perspectief. De AYA's gaven aan, we hebben eigenlijk drie basale behoeftes. We hebben behoefte aan goede zorg. Dat verlenen we op de AYA-polies. Die polies die worden gedraaid door verpleegkundig specialisten. En die verpleegkundig specialisten gaan in gesprek met de AYA over wie ben je, wat heb je nodig. Hoe zit het met je studie? Hoe ga je om met je intimiteit en je seksualiteit terwijl je behandeld wordt? Kan je wel een hypotheek krijgen? Daarnaast zei de AYA's, we hebben ook behoefte aan lotgenoten, leeftijdgenotencontact, want we zijn versnipperd over heel Nederland. En dus hebben we onder andere interventies gemaakt om dat mogelijk te maken. Dus we hebben een online AYA-hangplek gemaakt. En ze gaven aan, we hebben eigenlijk ook behoefte om, als we dan toch in het ziekenhuis zijn, om dan met elkaar ook live in contact te komen. Dus in de kenniscentra bij de UMC's zijn meer en meer ook AYA-lounges. Die hebben we met elkaar gebouwd, zodat ze ook live met elkaar in contact kunnen komen. In de normale gezondheidszorg in Nederland is het nog niet heel erg usance dat professionals zo gelijkwaardig met patiënten praten en met elkaar echt van meet af aan nadenken over wie ben jij en wat heb je nodig. En die AYA kan heel erg zijn ervaringsdeskundigheid inzetten en die professional kan zijn expertise inzetten. Ja, en samen is 1 en 1 3. En die 3 is die AYA-zorg.